Zonder support van je ouders heb je daar niks meer te zoeken. Nee, dat is duidelijk. Oké. Okay. De komende 2 jaar verwacht ik nog zeker prijsstijgingen van rond de 19% à 10%. De rente is natuurlijk heel bepalend, hè? De hypotheekrente. Ja. Nou, de verwachting is niet dat die de komende 2 jaar fors gaat oplopen. En we hebben te maken met de inkomensstijgingen. Het Centraal Planbureau verwacht nu echt meer koopkracht. Ja. Dus dat betekent dat mensen hebben meer te besteden, kunnen dan wat iets meer lenen. Wat je kan doen is ten eerste een realistisch beeld van de markt hebben. Van wat er wel en niet kan. Ten tweede, ga goed naar de locatie kijken. Als je dan in zo'n grote stad wil wonen, wil je dan echt in het centrum wonen? Ja. Of kun je ook in een buitenwijk wonen? Dat scheelt enorm. Of in de regio, of nog beter, naar een stad die daar aan grenzend ligt. Hè. Dus als je in Amsterdam, kun je ook in Almere of in Lelystad wonen. Dus niet meer in de stad heb je dus kennelijk niks te zoeken? Nou ja, dat zijn jouw woorden. Het ligt een beetje aan je inkomen. Maar, ja, maar dan moet je. Blijkt als je één keer modaal ziet. Maar dan heb je dus niet. Er werd laatst ook een zolderkamer in Amsterdam aangeboden. Van dik over de 2 ton. Dus daar heb je in feite, zonder support van je ouders, heb je daar niks meer te zoeken. Nee, dat is duidelijk. Oké. Okay. Ja, dat gaat helaas niet gebeuren de komende 2 jaar. Maar wat we wel kunnen doen, is je ziet in toenemende mate, zie je ook ondernemers die concepten aanbieden waarbij je heel snel kunt bouwen. Die woning kun je ook weer afbreken, die kun je elders verplaatsen, dus semi-permanent. Daar kun je natuurlijk heel snel op locaties die toch er liggen en in de toekomst ontwikkeld worden, kun je op acteren. En je kunt natuurlijk zorgen dat de regelgeving, want dat is ook een van de problemen, die frustreert enorm ook te bouwen. Het doet allemaal veel te lang. Dus je kunt ook in die regelgeving kun je wel degelijk wat doen.